Dit is Stix en Wanda de Kanter is denk ik wel de bekendste persoon in Nederland die zich echt inzet tegen roken en de tabaksindustrie. Ik ben nu bijna 30 jaar longarts en ik heb ontzettend veel mensen met longkanker gezien. Er zijn natuurlijk al een aantal mensen die kunnen genezen, maar de meeste mensen heb je de diagnose verteld en die gaan na verloop van tijd dood. En dan zitten ook jonge mensen bij en het geeft heel veel lijden. En wat je ook ziet is omdat mensen zeggen dat het een eigen schuld is, dat sommige mensen zich schuldig voelen. Ja. En dat is heel pijnlijk, want het is een hele ernstige verslaving opgelopen op de kinderleeftijd. En dan zou je later verantwoordelijk zijn voor jouw ziekte. Dat slaat natuurlijk nergens op. Als ze zeggen van oké, dat premiegeld wat wij allemaal betalen, dat gaat daar niet meer naartoe. Ja. Zou dat dan het einde betekenen van de tabaksindustrie? Nou, niet alleen dat, maar het zou ontzettend veel uitmaken, omdat je heel duidelijk aan iedereen laat zien, dit is een misdadige industrie, daar hoor je niet in te beleggen.